Welkom, iedereen met ogen kan zien wat we gaan doen. Het is weer tijd voor Dutch voetbal. We zijn bij Willem 2, 3 schoten, misschien 4. En dan maar kijken waar het schip strandt. Staan we dan weer met... Steven van der Leij. En... Elmo Liefdink. Wie van jullie heeft de meeste Eredivisie-duels gespeeld? Elmo Liefdink. Hoeveel heb jij er gespeeld? 0. Hoe oud ben je? 24. Elmo, je mag beginnen. Tel hem wel als 17, is dat goed? Ik kijk naar de cameraman. De cameraman knikt ja. Dit is? 25. Maar... Ja, niet best. Nee. Dat zeggen, daar hadden we het over. Als je hier niet overheen gaat, stop je dan met voetballen? Nee, zover is het nog niet. Want moet ik iets anders gaan doen? En wat weet ik niet. Kun je iets anders? Dat wat jij kan, denk ik dat ik ook wel kan. Kan iedereen. Ah, niet slecht. Vertel eens iets over Stefan. Goeie jongen, drukke jongen. Kan nooit zijn mond dicht houden. Gaat nu al over me heen. Dus ja, dit is niet best. 25, 42. 42, zijn we daar tevreden mee? Ja, kan ik wel mee leven. Wie is echt, qua intelligentie, echt het allerdomste uit jullie team? Ja, dan ga ik denk ik toch voor Thomas Kok. Hoe dom is Thomas Kok? Hij wil altijd alles weten. Die jongen houdt nooit zijn mond dicht. Dat is echt ongelooflijk. Die vraagt zoveel. En ja, ik weet het niet. Vraagt hij wel eens bijvoorbeeld als het regent van hey, hoe kan het dat er water uit de lucht valt? Is hij zo dom? Nou, hij zou het kunnen vragen. Een dombo, kunnen we het zo stellen? Ja. Oeh. Dit is respectabel. Ja, dit is toch wel aardig. Dit is 15. Dat ziet iedereen. Kun jij wel trouwens vertellen waarom er water uit de lucht valt als het regent? Hierover nadenkt, hoe raar dat het wordt. Ja, inderdaad. Ja, ik denk door de verdamping en zo, en dan komt er water vrij. Ja, en dan valt het uit de lucht. Welkom bij Dutch voetbal. We wilden eigenlijk vragen wie na Thomas, want die hadden we dus al, echt het allerfucking domste is uit jullie selectie. Ik weet niet trouwens of Thomas de domste is. Hij is best wel intelligent eigenlijk, maar hij stelt... Niet volgens Elmo. Okay, wie is dan de domste voetballer met wie je ooit gespeeld hebt, bij welke club dan ook? Naast Thomas. Of is dat ook Thomas? Dat zit er niet heel ver vanaf, denk ik. Als Thomas is, moet je het gewoon zeggen. Dan kunnen we door. Nee, maar misschien heb ik nog... Ja, Thomas. Oké, schiet maar. Kijk, dit is knap. 44 punten. Wat we gaan doen, is dat ik jullie vraag hoeveel je gescoord hebt. Dan zeg je... Ik ben die en die. Ping! Moet je er ook bij zeggen. En ik heb ping! 44 punten. Oké? Okay? Waarom moet hij ping? Nou, dat doet iedereen en dan zie je het. Nee, we hebben echt. Dan hoor je. Geen ping. Zeg jij de ping? Wil je geen ping zeggen? Jij zegt ping, dan zeg ik van mijn naam en dan zeg ik mijn highscore. Dit is niet hoe we het normaal doen, maar jullie zijn onverbiddelijk. Ik vind het wel een leuk alternatief. Ping! Ik ben Steven van der Leij en mijn highscore is. Je moet zelf je score zeggen. Ja, zeg ping! Ja, ping 44. Oké, moet ik dus tussendoor ping zeggen? Zeker. Oké. Oh, mijn naam is Elmo Liefdink en ik had 40. Ping! Oh ja, 40. En roep maar even tot de volgende keer. Yo, tot de volgende keer.